is het einde van alles, diep verstopt in de delta van de Mississippi. Ruim 30 mijl onder New Orleans houdt de weg hier ineens op. Dead end. Einde van de wereld, heeft iemand erop geschreven. Het gebied is ruim 10 jaar geleden volledig verwoest door de orkaan Katrina. De dieren zijn er teruggekeerd. De eenden, de vogels, de slangen, de krokodillen. De mensen nauwelijks. Af en toe staat er nog een verlaten barretje. Aan het einde van de 18e eeuw kwam hier een klein groepje emigranten uit Europa aan. Meer dan 200 jaar hebben ze zich hier bijna verstopt. Op het eiland, het allerlaatste eiland, zoals zij zeiden. Ze hebben oorlogen meegemaakt, slavernij, verwoestende orkanen, vreselijke overstromingen. Maar nooit, nooit wilden zij en hun nakomelingen hier vertrekken. Ze leefden er van de visserij, het pelsjagen. Dichtbij waren de plantages met de slaven. En in New Orleans de verleiding van de seks, de prostituees, de opkomende jazzmuziek. Maar op het eiland waren ze vooral bezig met het water. Altijd dat water, de orkanen, de overstromingen. Ik ging naar het moeras om ze op te zoeken. En ik ging met de vissers mee, het water op. Delacroix Island, het allerlaatste eiland, heb ik in deze roman opgeschreven. Tegen de achtergrond van 200 jaar Amerikaanse geschiedenis.